Peter Taffairen, CEO van POC Partners, nodigde ons uit voor een indringend gesprek over kwaliteit, passie en zijn eeuwige zoektocht naar water in de woestijn. Plaats van de afspraak zijn woning in Knokke-Heist, een architecturaal pareltje van de hand van toparchitect Vincent van Duyssen, dat in 2015 nog bekroond werd met de ARC Architectuur Award. Een perfecte weerspiegeling van de waarden waar POC voor staat. POC is uniek, omdat POC staat voor kwaliteit en voor schitterende liggingen. Schitterende liggingen die zijn moeilijk te vinden, vooral wanneer je zoekt naar en de zee, en de zon, en de openheid. Aan de kust is het een kunst om dergelijke liggingen te vinden. Reeds 25 jaar lopen wij rond aan de kust om dergelijke liggingen op te sporen en om proberen dergelijke liggingen te kunnen aanschaffen. Dus de combinatie van een plein, waardoor dat je een openheid hebt, waardoor dat je de zon hebt, waardoor dat je een zicht hebt op het hinterland, waardoor dat je aan de voorkant dan de zee ziet en dus op dergelijke hoekappartementen, dat je eigenlijk dat allemaal combineert, dan heb je echt wel iets uniek die dan nog gebouwd wordt met passie. Dat is waar dat POC het onderscheid maakt met de concurrenten en dat is waarom dat een project gebouwd door POC uniek is. 25 jaar geleden, als we gestart zijn, dan was ik uiteraard als een van de members, van de teammembers van POC, de jongste aanwezig. En had ik het vooral over professionalisering. Dat was toen voor mij en ook voor het team heel belangrijk dat wij ons konden onderscheiden van collega's, vooral door professioneel te zijn. Gaandeweg is dat ingevuld. Wat betekent dat juist? Professionalisering. Dat is professionalisering naar management toe, naar het kiezen van de liggingen toe, naar het aanpakken van het project, het opvolgen van het project, het opvolgen van de klanten, problemen oplossen. Dat is uiteindelijk het ganse pakket professionalisering. En dus dat heeft inderdaad een evolutie meegemaakt. En ondertussen, 25 jaar verder, denk ik toch dat wij het onderscheid kunnen maken en dat wij kunnen zeggen dat wij een professionele bouwpromotor zijn. POC heeft een band met Knokke, omdat ik zelf van Knokke ben, maar heeft vooral een band met de zee. Mijn voorliefde is altijd geweest bouwen aan de zee. Wij zoeken het water in de woestijn, dus de zee en het gebeuren aan de kust is een beperkt gebeuren. We hebben maar 60 kilometer kust, delen van de kust zijn beschermd. Daar kan niet gebouwd worden, dus een zeldzaam product, dat is wat wij opzoeken, omdat wij op die manier ook weten dat het een goede belegging zal zijn op termijn, ook voor de klanten die dus dergelijke appartementen kopen. Het succes van POC is vooral te danken aan het feit dat wij verantwoordelijkheid nemen, dat wij onze klanten niet in de steek laten. Als er dan al eens een probleem is, dan gaan wij er echt voor dat het probleem wordt opgelost en dat onze klanten tevreden zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En de goede ligging, de keuze van de goede ligging. Die combinatie van professionaliteit, goede ligging en onze verantwoordelijkheid nemen, dat zorgt dat POC een succesverhaal is.